Van harte gefeliciteerd met... niet met mij. Je viert het later, zus. Doe een wens in de vuilnisbak. Hallo, koolhydraten. Ik hou van je. Welkom op mijn feestje. Wat is hier aan de hand? Hoi, jarige meid. Oh nee, brand. Nancy, mooie taart, Jules. Nancy, je hebt mijn feestje verpest. Is dat de politie? Wie heeft deze brand aangestoken? Ik weet het niet. Zij was het. Nee, ik ben onschuldig. Laat me eruit. Hé, dit is allemaal een misverstand. Hé, stop. Niet aan de tralies trekken. Goed, dan schreeuw ik wel. Nee, dat doe je niet. Schreeuwen mag ook niet. Dat is het zeker. Dan huil ik gewoon. Zie je het bord? Nee, dat zie je niet. Wacht even. Huilen is niet toegestaan. Deze gevangenis is streng. Zus, wil je wat popcorn? Oh, ik was helemaal vergeten dat je in de gevangenis zit. Pap, wat wil hij? Hoi papa. Wat? Wil je vanavond langskomen om Julie's verjaardag te vieren? Goed idee. Ik zal het haar niet vertellen. Tot ziens. Oh nee, papa komt langs. Maar Julie zit in de gevangenis. Deze gevangenis is zo saai. Zijn dat spinnen? Agent, help! Jongens, help me alsjeblieft. Vind deze video leuk. Hoe meer likes, hoe verder de spinnen weglopen. Bedankt, jullie zijn de beste. Heerlijk! Oh, verf! Ik zal deze sombere cel versieren. Dat is prachtig. Mijn kleine miauw, miauw. Wat is dat? Julie, ga weg bij de muur. Het is een kat. Is hij niet schattig? Miauw. Geef me de verf. Agent, je bent zo saai. Wat nu? Hier, poesje. Zeg eens miauw. Julie, geen speelgoed. Ik neem dit mee. Wat? Meneer Miauwsie. Dit is agent Colin. Mag ik hem houden? Nee. Zijn dat kattensokken? Nee, je ziet gewoon dingen. Meneer Miauwsie, waarom kijk je me zo aan? Ik haat agenten. Au, help! Deze kat is gek. Bel de dierenarts. Zus, ik ben hier voor jou. Ik haal je daaruit. Nee. Kom met me mee. Nee. Laten we naar huis gaan. Nee, ik blijf liever hier. Wow. Hey, agent Colin. Hallo. Zij is mijn droomvrouw. Miauw. Huh? Wat? Wat denk je? Wow, aandacht. Oh, mijn engel. Ik begrijp het. Alsjeblieft, Romeo. Oh, mijn liefste. Ik wil bij je zijn. Je bent een godin onder de vrouwen. Dit gaat even duren. Ik ga naar bed. Wat is dit? Waar komt het vandaan? Wat is er aan de hand? Wil je darten, godin? Oh, zuster van de godin. Wil je spelen? Dit is leuk. Hoe gaat het, Nancy? Woehoe! Oh ja. Deze gaat naar mijn godin. We hebben bezoek. Wie is daar? Oh nee, het is de gevangeniscommissie. We moeten dit allemaal opruimen. Geweldig. Verstop nu de rest. Samen
Trek het op. Het is klaar. Sorry, je moet terug naar je cel. En ik moet je weer opsluiten. Oké. Ik denk dat je geen andere keuze hebt. Waar moet ik de snacks laten? In de bewijskast. Nou. Agent Colin, ik ben ook agent. Ik moet uw gevangene overplaatsen. Ze wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Julie, pak je spullen. Hoi, zus. Oh, jij, Nancy. Wow, liefje. Officier Colin, dit is allemaal haar schuld. Zij is degene die opgesloten moet worden, niet ik. Luister naar wat ze heeft gedaan. Ugh, ik heb weer verloren. Stomme telefoon, dit is allemaal jouw schuld. Nee, dat is mijn telefoon. Wat dan ook, dit is mijn telefoon. We zijn zussen, we delen. En die keer met de jurk? Nee, laat mijn favoriete jurk met rust. Wat? Heb je hem kapot geknipt? Je verpest altijd alles voor me. Wat? Ik wist niet dat ik zo slecht was. Alsjeblieft, mijn koningin. Heb ik alles goed gedaan? Julie, jij bent het. Hoi, zus. Hoi. Wacht, nee. Dat is gewoon een illusie. Mag ik een Snickers? Natuurlijk, hier. Nog een luchtspiegeling. Julie, wil je spelen? Ik heb het. Auw. Julie, ik mis je zo erg. Mijn godin. Arme Colin, ik weet hoe ik hem moet helpen. Hey agent, ik kan je leren hoe je een goed vriendje moet zijn. Laten we beginnen. Als eerste bloemen. Rustig aan. Nee. Een ballonbloem? Nee. Hier zijn Nancy's favoriete bloemen. Oké, bloemen. Volgende, dansen. Kun je dansen? Ja, ik verscheur de dansvloer elke keer. Kijk, dat is genoeg. Laten we doorgaan. Colin, heb jij nog speciale talenten? Natuurlijk, ik zal het je laten zien. Nu win ik. Kracht is mijn talent. Streep dat maar door en vergeet het. Geschenken. Vuistslag, officier. Oh, hebbes. Vuistslag, zus van de godin. Verrassing. Ik maakte maar een grapje. Filmkaartjes. Geweldig. Je bent klaar om een perfect vriendje te zijn. Daar is ze, mijn droomvrouw. Hallo, agent. Hoi, koningin van het universum. Mijn zus is nog steeds boos op me. En het is allemaal mijn schuld. Ik heb de brand aangestoken. Ik zou in de gevangenis moeten zitten in plaats van haar. Hey agent, luistert u naar me? Wat? Zoals ik je geleerd heb. Ja, boom. Wat? Vuistslag. Oké, boom. Wil je uitgaan? Oké, natuurlijk. Joepie, ze heeft ja gezegd. Ik ben de gelukkigste man ooit. Nu Julie. Het spijt me zo. Ik voel me verschrikkelijk. Vergeef me alsjeblieft. Hey Julie. Het spijt me. Oké, ik vergeef je. Laten we naar huis gaan. Waar ben je, liefje? Schatje, dit is voor jou. Alsjeblieft, dit is voor jou. Je hebt me te pakken. Goed, ga je gang. Het is mijn vrije dag. Ze is nooit gekomen. Mijn enige gevangene is ontsnapt. Dit is de slechtste dag ooit. Oh, wat is dit? Ik heb misschien een kans. Niet gluren. Verrassen. Wat is dit? Oeps, ik ben vergeten het weg te gooien. Maak je geen zorgen. Hier is je feestje. Papa. Gefeliciteerd, Julie. Wie is er aan de deur? Ik doe wel open. Het is de politie weer.
ik ben uitgenodigd. Welkom, Colin. Dit is voor jou, Nancy. Meneer? Colin? Dat is mijn talent. Wie wilde naar het Wednesday-themafeest? Ik. Ik wil Wednesday zijn. Nee, ik. Nee, ik. Ik. Steen, papier, schaar. Ga. Ha, yes. Ik win. Ik zal Enid zijn. Open je cadeau. Wat is het? Oh, een nieuwe koptelefoon. Hey. Ja, de grap is uit de hand gelopen. Het is jouw schuld. Nee, het ligt aan jou. We zoeken het wel uit in de gevangenis. Ik kan niet achter de tralies. Ik ben allergisch voor gevangenissen. Net als in Vegas 2 jaar geleden. Wen er maar aan, meiden. Jij, dit is allemaal jouw schuld. Geef mij niet de schuld. Meneer de agent, laat mij er alsjeblieft uit. De meisjes zijn zo aardig, maar de baas is een harde noot. Sorry meisjes, ik ben maar een leerling. Ik moet me aan het plan houden. Het is aan jou. Shh, niet praten in de gevangenis. Geweldige regel. Ik heb genoeg gezwegen. Wednesday, dit is allemaal jouw schuld. De tweede regel van de gevangenis is niet vechten. Jammer. Oké, agent. Meisjes, jullie moeten je omkleden. Beetje Wednesday, jij voldoet al aan de kledingvoorschriften. Enid, kleed je om. Wat een saaie kleur. En ruim het hierop. Geen afval in de cel. Ik word net als jij. Walgelijk. Deze kleuren veroorzaken overgeven en verdriet. Ros, wie heeft deze kleur überhaupt bedacht? Mag ik? Ik hou van deze kleur. Oh, dit is veel beter. Wat hebben we hier? Oh, meer verf. Net iets voor mijn kleurrijke passen. Wauw. Wow. Dit gevangenisuniform is echt iets voor mij. Niet gluren, Plato. Wednesday, ben je bevroren of zo? Geen probleem. Oh, dus dit werkt? Dit kan ik ook. Kijk naar mij. Het is een hele snapdance. Wie riep me? Enid? Wednesday? Ik heb nog een paar vrije handen nodig. Hoi jongens, begin met schoonmaken. Oh, ken je hen? Het lijkt erop dat ze willen helpen. Goed gedaan, jongens. 3 handen schoonmaken. Klaar. Hey, meneer de agent, we zijn klaar met schoonmaken. Het wordt tijd dat je ons eruit laat. Wow, meiden, de cel is nog nooit zo schoon geweest. Wednesday, kom mee. Ze laat ons naar huis gaan. Ga hier zitten, Wednesday. Je kunt gaan zitten als je wil. Laten we met de ondervraging beginnen. Waarom zo fel? Doet me denken aan die keer dat ik op de treinrails lag in de 3e klas. Ik ben klaar, baas. Nou, wie heeft de tv kapot gemaakt? Enid. Ik was mijn bijl aan het slijpen, zoals gewoonlijk. En zij was aan het dansen met haar koptelefoon op. Bam! Ze duwde de tv uit en gaf mij de schuld. Eigenlijk was jij het, Enid. Nee, nee, nee. Dit is wat er echt gebeurde. Ik luisterde naar mijn favoriete liedje met mijn koptelefoon op. Uit het niets werd Wednesday gek. Ze viel de onschuldige tv aan. En verbrijzelde hem. Toen gaf ze mij de schuld. Ondanks het feit dat het allemaal Wednesday's schuld was. Nee, het is jouw schuld. Ja, we zijn niet ver gekomen. De cel in, allebei. Nu. Kijk wat ik heb gepakt. Fijn, er is er ook één voor jou.
Oh, hartstikke bedankt. Maar hoe doe je dat? Die van mij staat ook in brand. Eend! Is dat een explosief of zo? Holy puppies, dat is mooi. Ik wist dat ze het leuk zou vinden. Wat is hier gebeurd? Mooie muur. Oeps, sorry. Stop met gillen. Het is een gevangenis, weet je. Ik heb een idee. Een goed idee. Deze donkere sfeer ziet er stijlvol uit. Wow, Wednesday. Kun je op dezelfde manier aan een regenboog denken? Nee. Hoe zit het met roze regen? Denk niet aan roze regen. Oh, nee. Oh, ja. Bedankt, bestie. Dat is precies wat ik miste. Woef, dat ziet er feestelijk en mooi uit. Oh, Wednesday. Doe je een dutje? Goed zo. Ik kom ook naast je zitten. Wow, op de grond zitten voelt zo ongemakkelijk. De meisjes kunnen niet zonder mij. Hoe kun je slapen, Wednesday? Het is zo ongemakkelijk. Ik kom je redden. Ik moet alleen de nagels eruit halen. Waarom zijn er spijkers? En planken. Kijk uit. Aan het werk, meiden. Nou, laten we een bed bouwen. Dat is mijn vinger. Sorry, dat was deze keer niet de bedoeling. Onze bedden zijn klaar. Ik heb een laken. Wat? Hoe heb je dat stiekem gedaan? Het was niet illegaal. Nou, mijn bed is helemaal kaal. Hé, meneer agent, het is hier zo koud. Heeft u iets warms, alsjeblieft? Oké, hier is mijn deken. Wees gewoon stil, zodat de baas het niet ziet. Bedankt, jij bent de beste man. Mijn bed is veel zachter nu. Het sorteren van deze bewijskast heeft lang op zich laten wachten. Waar? Nou, ze waren toch al te laat. Wow, wat is dit geschenk uit de hemel? Oh, ik hou van deze tinten. Draad en schaar, dat is perfect. Het is tijd om te gaan knutselen. We zullen alles netjes naaien. Voilà, mijn sterrenkussen is klaar. Laten we het stralende zachtheid toevoegen aan mijn bed. Zachte dromen, Wednesday. Het is hier te zacht. Thing, breng de vingerafdruk inkt hier. Oh, dank je. Een goede kleur. Nou, laten we beginnen. Perfect. De stevigheid van mijn bed is nu perfect. Slechte nacht, iedereen. Ga zitten. Je staat onder arrest. Ik neem zo jullie vingerafdrukken. Wat? Waar is het stempelkussen gebleven? En de hele kit met vingerafdrukken? Het was hier net nog. Goed, sta op. We kunnen er niets aan doen. Je bent vrij. Eruit. Oké, bedankt. Wat is er mis met hem? Ik haat mijn baan. Oeps. Hé, er ligt ook een plas. Wil je de vloer dweilen? Ik had er niks mee te maken. Oké, hier is een dweil. Eerlijke ruil. Wat ben je van plan? Bam! Ha! Kijk eens wat ik heb. Een circuswaardigheid. De lengte is geweldig. Ik moet het alleen nog schilderen. En er draad omheen wikkelen. Oké, jouw foto komt ook op mijn moodboard. Oh,
Oh, Wednesday, je bent zo lief. Oh, zoveel flessen. Wat een uitkomst. We hebben deze vloeistof niet nodig. Dag. En ik neem de flessen. Wat is het nut van al deze rotzooi? Eerst schilder ik ze. Mooi. En zet er bloemen in. Mijn vazen zijn heel mooi geworden. Lunch. Eten. Het wordt tijd. Tijd voor een snack. Zoveel junkfood. Het komt niet door. Oh, zo moet het. De rest is voor jou. Wat? Maar ik krijg alleen een bakje. Bon appétit. Goed, wat moet ik ermee doen? Ik maak er een tafel voor mijn bloemen van. Dat heb ik nodig. De vuilnisbak van de officier. Ik zal mijn klauwen gebruiken. Te gek. Ik leen deze twee blikken. Hé, nee, je mag het afval houden. Wat? Dat is het. Geweldig. Waar heb je de blikken voor nodig? Wacht maar tot je het ziet. Tadaa! Dit is mijn bloemenvaas standaard. Nou, ik zie het al. Baas, wat wil je me zeggen? Ik heb het. Attentie, alle eenheden. Er wordt een vuilnisbak gezocht. Dames, hebben jullie mijn vuilnisbak gezien? Nee. Oké. Oh, deze draad is leuk en lang. Oh, nog één. Maak je klaar. Je bent in voor een reïncarnatie. Wow, er zijn zoveel pompons. Het werd zo snel koud. Waar zijn mijn sokken? Hé, dat is te veel. Ik heb een mega knus kleed gemaakt. Niets dan zachtheid. Dit bewijs is zwaarder. Wilt u hulp, agent? Zeker weten. Leg maar op tafel. Natuurlijk. Zo goedgelovig. De dozen vormen een geweldige tafel. Woef, dat is het. Wacht even. Het is allemaal door elkaar. Ik ben weer voor de gek gehouden. Hé, jij, kom hier. We komen er eindelijk uit. In je wildste dromen. Jij en jij. Je blijft hier voorgoed. Dit komt allemaal door jou. Nee, jij. Jij. Nou, het is tijd om wat licht op deze zaak te werpen. Ik zal jullie het hele verhaal vanaf het begin vertellen. Hé, wat is dat daar? Eens kijken. Dus dat is de schuldige. Ruikt als een opgeloste zaak. Ik reed in mijn favoriete auto zoals gewoonlijk. Maar ik verloor de controle bij een scherpe bocht. De auto slipte. Ik crashte tegen de tv en verpletterde hem. Jij bent het. Nee, jij bent het. Maar het is allemaal mijn schuld. Ik was zo bang voor de politie dat ik gevlucht ben. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn onschuldige vrienden erin geluisterd. Ik verdien geen vergiffenis. Ik knak liever mijn vingers af dan dat ik een verrader word. Ik heb er genoeg van. Het is tijd voor mij om schoon schip te maken. Ik ben klaar om mijn straf uit te zitten, officier. Dus het was Ving. Wie had dat gedacht? Mijn baas zal blij zijn dat ik een crimineel heb gepakt. Wat jullie betreft, meiden, jullie kunnen gaan. Stop ermee. Geen knuffelaar. Laten we nu gaan. Het lijkt erop dat hier een tornado doorheen is gegaan. De nasleep van een orkaan zou er beter uitzien. Ik knap het op voor je het weet. Hmm.
een zin om te helpen? Waarom? Thing regelt dat. Je weet wat je moet doen. Thing is zo lui. Sla de bladzijde om. Arm Ding, hij doet zijn best. Je bent helemaal bezweet. Ik zal je helpen. Naar boven. Vind je het kussen mooi? Hier. Oeps, mijn fout Thing. Wat een zware boom. Een hand. Wow, ik sta bij je in het krijt, vriend. Thing. Draai je om. Kan ik Thing even lenen? Nee. Weet je, hij helpt me graag. Nee, Thing blijft bij mij. Het is niet jouw eigendom. Je weet niets. Oeps, sorry Thing. Wat is dit? De buren boven. Ik ga dingen uitzoeken. Kom op, Mark. Doe nu open. Hey, ik woon beneden en jij laat onze plafondverf afbrokkelen. Hier is hij. Mijn droomkerel. Serieus? Tieners zijn zo basic. Oké, Thing. Wat is dit? Moet ik helpen? Oké, maar het kreet is te zwaar. Hij werkt zo hard. Ik zal een handje helpen. Hier. Wow, bedankt. Het minste wat ik kon doen. Mark, ik heb gewonnen. Ligt hij er nog steeds uit? Dat is raar. Doe open. Oh, wat een lekker ding. Ik ben op zoek naar... Hey, wat was dat? Excuseer me. Nee, ik zoek een vriend. Oké, ik kom later terug. Ik heb nog nooit zulke meisjes gezien. Mark, daar ben je. Laten we gaan. Tot ziens. Dag, kom op. Wat een schatje. Wakker worden. Ik heb het bedacht. Mijn kamer wordt een en al zonneschijn en regenbogen. Ik heb een schets gemaakt. Ik word blind. Hou op. De kamer wordt zwart-wit. Het is gewoon een zwart gat. Precies. Hoe lossen we dit op? We ruilen. Geweldig. Wat ben je van plan? Neem me niet in de maling. Dit wordt een grens tussen onze kanten. Wow, wat is het? Wil je het zien? Een gebrand schilderd raam. Geweldig. Ik ga het inkleuren. Mijn nagellak zal genoeg zijn voor het hele raam. Ik heb een beter plan. Dit is leuk. Een camping gemiset is het beste kerstcadeau ooit. Bedankt, Oom Fester. Er ging iets mis. Laten we het goede oude dynamiet gebruiken. Wat is er? Wednesday. Wow, dank je kamergenoot. Je bent een beetje vies. Wat? Oh nee, moet me omkleden. Alles goed? Schattig. Toch is zwart precies in mijn straatje. Geweldig. En ik heb een gordijn nodig. Kom op. Het werkt niet. Ik moet het zelf ophangen. Tada. Niet slecht. Hier is een idee. Eens kijken of er iets in mijn koffer zit. Precies het juiste. Wat gebeurt er? Enid heeft haar klauwen uitgeslagen. Mijn kamer is geweldig, toch? Eens kijken wat er nog in de koffer zit.
Zwarte tulle? Dat zal werken. Ik ga mijn gereedschap halen. Ik zal helpen. Deze tulle is helemaal verfrommeld, maar het is te repareren. Perfect! Wednesday komt eraan. Wat? Te glad? Klaar, lichten. Dit is een beetje gekreukt. Enid, waag het niet. Ik ga wel. Oh, ik ben iets vergeten. Duh. Wolk, dat heb ik gemist. De kamer ziet er zo goed uit. Mijn ogen. Dekens en kussens maken het nog gezelliger. Maar ik heb er meer nodig. Waarom? Ik zal eens kijken of de kussens zacht genoeg zijn. Alles goed. Prima. Deze is te zacht. Het regent speelgoed. Goed excuus om een engel te maken. Je weet wat je moet doen. Een spin, ga weg. Ik denk dat een matras geen kwaad kan. En een hoop kussens. Het matras is te zacht. Oh, ik weet het. Ik doe er wat stenen bij. Perfect. Een bed als dit laat me slapen als de dood. Wees niet bang. Kom op. Ik heb nog nooit zo'n geweldige kamer gezien. Mark, je bent er. Met bloemen. Mijn lievelingsbloemen. Zo aardig van je. Hij heeft me niet opgemerkt. Hey Wednesday. Oké, kom naar boven. Natuurlijk. Wat is er aan de hand? Ik heb bloemen voor je meegebracht. Hier. Bloemen? Ik hoop dat je ze mooi vindt. Alleen als ze zwart zijn. Perfect. Een vaas. Aha. Tuurlijk, hier. Dank je. Ik heb ook een cadeau. Hier, een schedel. Zo schattig van je. Mark, we gaan weg. Dit is allemaal jouw schuld. Heb je enig idee hoe moeilijk het is om een fatsoenlijke jongen te vinden? Is dat een dansbedreiging? Ik heb deze bewegingen bedacht. Oké. Typemachinegekletter kan vreselijk vervelend zijn. Prima. Mijn therapeut beveelt kunstzinnige therapie aan. Het zal je niet helpen. Ik kan je niet horen. La la la. Wat dan ook. We hebben verbonden. We hebben grotere vissen te vangen. Precies. De planken versieren zichzelf niet. De mijne wordt kleurrijk. Niet iets om trots op te zijn. Monochroom is altijd een hot trend. Dat is het dus niet. Mark. Ik kan eeuwig naar hem staren. Ik wil je altijd aan mijn zijde. Is dat niet romantisch? Romantisch? Ik zal je laten zien wat romantisch betekent. De sleutel om het doelwit veilig te stellen. Precies goed. Wat? Colin is in gevaar. Enid! Hey Mark! Oh, hij zal de foto's zien. Niet kijken. Wat? Ik ben het, toch? Oh, Enid. Dat is vreemd. Hier, een cadeautje. Is dat een schorpioen? Ik voel me ziek.
Een hart. Het was een liefdesbekentenis. Ah. Oh, Wednesday. Ik ben ook verliefd op jou. We kunnen samen oefenen met mikken. Hier is een dartpijl. Oh nee, ik heb liever messen. Ik vond hem meteen leuk. Je hebt het geweldig gedaan. De kamer is prachtig. Hoi Mark, vind je het mooi? Ik vind het geweldig. Wat is dat vreemde geluid? Het is mijn maag die knort. Ik moet een pizza bestellen. Ik heb de eetlust van een wolf. Twee pizza's. Goede keuze. Wie heeft er pizza besteld? Wij, breng het binnen. Wie betaalt er? Huh? Ik heb geen geld. Ik ook niet. Enid. Oh, wow. We hebben wel creditcards. Oeps, dit is slecht. We zijn klein. Goed dat het drankje niet sterk is. Neemt u creditcards aan? Smaakt heerlijk. Wil je een stukje? En jij? Ik denk het niet.